Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kleine John en vandaag gaan we weer hoge laag spelen. Deel, ik weet het niet. Jongens, stel jezelf even voor. Ik ben Iris Fioto. Abon. Chatbo. Erik Basilva. Wat een gezelligheid weer. Vandaag een andere soort twist. Chatbo is de presentator, dus Chatbo heeft een aantal dingen opgeschreven. Dus eigenlijk moeilijk maken. De teams zijn als volgt. Ik zit met Erik en de verliezende teams zitten hier naast mij. Dat is Charbon en Ilias. Dus man hebben we nooit meegedaan, dan komt die praten als maken. 1,50 meter. Eerste is fruitsoorten die je kan eten. Ah, oké, okay, wij doen 6. Wij kunnen wel 7. 8. 9. 10. 11. Oké. 11, vriend. 3, 2, 1. Bosbessen, mango, watermeloen, ananas, appel, banaan, perzik, abrikoos, vijgen. Wat? Vijgen? Ja, vijgen. Ja, kijk je daar. Blauwbessen, frambozen. Hij heeft blauwbessen en frambozen twee keer gezegd, vriend. Nee, ik zei bosbessen. Bro, voor wat praat je überhaupt doorheen? Ja, waarom praat je doorheen? Bro, hij heeft wel in die tijd kunnen nadenken dat wij hier toch aan de discussie waren, man. Maar zeg eerlijk, je mag er niet doorheen praten. Ah broer, wat ga je mij zeggen? Dat is mijn video, wat ga je nu doen? Oké, klaar, oké, laat het zo. Wat nu? Ik vind hem wel tellen, man. Ja, maar hij heeft wel tijd gehad om echt na te denken. Maar zijn jullie scheids? Nee, geen scheids. Maar zijn jullie scheids? Maar zijn jullie scheids? Oké, is goed. Pak die punt. Lekker, lekker. Oké, zat hij. Yes, klaar. Oké, we gaan door naar de tweede. Groentesoorten die je kan eten. 8, 13. Hij heeft 13 gezegd. Maar één groente zijn het veel, hè? 13. Hij bluft, bro. Hij bluft. Kijk zijn gezicht, hij bluft. 13. Zeg ja. Hij tript, hij gaat toch niet doen. Doe maar. 3, 2, 1. Rucola, radijsjes, sla, tomaat, snoeptomaten, ga door, bro. Cherry tomaten, ijsbergsla, kropsla, augurken, pompoen, uien, knoflook en pepers. Ja! Tomaat is fruit. Tomaat is geen fruit. Oké, zoek op. Tomaat is geen fruit. Tomaat is geen groente. Zoek op. Lekker, wat? Lekker. Wat? Tomaat. Mia Gevar. Is tomaat een groente? Plantkundig gezien is tomaat fruit. Ja! Plantkundig gezien is tomaat fruit. Tuinbouwkundig gezien is het een groente. Dus het is een fruit. Moffel, dankjewel. Nee. Nee. Bro, het is bro, hij heeft 4 tomaten opgegroeid. Hij heeft 4. Hij heeft 4 opgegroeid. Ja, maar jullie zeggen het schuit. Zal ik het alsjeblieft mogen inzien? Jij mag het doen. Ga je nu een fout? Tomaat is een groente. Dankjewel. Nou, oké, die wat? Hoe kan dat? Nee, ik wil niet weg. Nee, ik wil dat jouw geld op brood. Tomaten is gewoon fruit. Het is eigenlijk te mengen. Ja, wat zit jij te mengen? Weet je wat, Bon dit, broer. Jullie hebben punt. Oké, dankjewel. We hebben punt. Ik kan net iets anders opzoeken. Ja, dat is goed. Hij bek gewoon. Slapen, slapen. Je praat nu een beetje. Hé, wacht, wacht. Boys, good vibe. Wat is er, broer? Het probleem met mij. Wat is niet zin in dit video, broer. Je praat echt veel. Dan ga je naar Osso. Eén hype. Ik heb je maar gewoon Holla John niet anders gedragen. Hé, als je niet wil, ga je naar Osso. Klaar. Gekomen ga ik nu naar Osso niet voor, broer. Gedraag gewoon normaal, neef. Je moet ja, doe normaal dan. Dat er andere mensen bij zijn, neef. Gedraag gewoon normaal. Wat zeg jij, broer? Niet zulke dingen zeggen, broer. Ik ben altijd mezelf. Je wil me de hele tijd lullen en nu opeens omdat ik para doe, is je probleem. Als je probleem hebt, moet je gewoon... Als je andere mannen ziet, ga je gelijk gewoon niet... Wat zo ben jij? Uitbek even eventjes, alsjeblieft. Ik ben nu bezig met hem. Broer, wat zeg jij als ik andere... Broer, al je bek gewoon, alsjeblieft. Niet zulke domme dingen zeggen. Wil je zeggen dat ik anders doe? Boys. Hij zegt, ik doe anders, broer. Hele dag wil je mij lullen. Gasten, ik ga mijn mond even spuggen. En dan, bro, en dan. Hey, John, niet verder gaan. Hola, als je een probleem met mij hebt, kom, ga je omdoen. Bro, je denkt omdat ik klein ben, hele dag. Doe die camera uit. Doe die camera uit. Nee, wacht. Ga jullie meedoen met die video, ja of nee? Broer, wij zijn de hele tijd bezig met die video. Jij bent degene die erin is. Oké, speel. We niet voor praten. En een zakje tonen komt tegen mij. Praat normaal. Ik voel me niet comfortabel te zien. Hij loopt te lullen toch daarom. Maar speel gewoon die game. Boys, relax man. Kom. Maar die game gaan we verder praten, niet zo. Hey John, je maakt het ding voor jezelf. Je maakt het moeilijk voor jezelf. Ik heb scheid dat er andere mensen bij. Ik heb scheid. Laat gewoon spelen, bro. Laat het gewoon. Relax, man. Je moet begrijpen. Doet hij vaker, hè? Gewoon zeg maar. Wij proberen te spelen, we zijn helemaal niet gekomen voor jouw video niveau. Jij probeert er doorheen te praten. Elke keer heb je een weerwoord niveau. Ah, goeie pik, speel het spel. Bro, wat zeg jij? Bro, vorige keer, wat waren jullie aan het doen? De hele tijd mij rellen. Elke video willen jullie mij rellen. Wat denk je dat ik ben? Bro, dier. Zeg maar omdat je nu met je praten bent, niemand backt mij. Niemand backt mij, denk ik bij Pussy. Neem je het persoonlijk? Ja, en nu? Broer, hij is een bully niveau. Hij is 18 jaar, broer. Ik ben geen bully. Neem je hem in Yuzu. Broer, maakt me niet uit. Of al ben jij 40, broer, ik heb scheid aan jou. Zijn niet normaal kan doen? Boys, we kunnen nog wel één keer matchen, toch nog eentje. Als hij niet normaal kan doen, broer, dan moet Hij denkt, als wij verder gaan, gaat het. Je toch, we moeten even dit even sussen gewoon. Kom, nee, niet sussen, broer. Hij gaat gewoon te lang door. Nou, broer, vraag me. Elke keer doen deze guys raar, hoor. Elke keer. Heb ik een probleem met jou, Erik? Nee, maar. Heel klaar, zie je? Maar het is Erik, broer. Mannen doen blij omdat jij er bent, snap je? Nee, broer. Zo shit doe je niet als we gewoon met z'n broer, niet deze dingen zeggen, broer. Maar dat deed je niet zo. Je wil mij rellen, zeg maar. Omdat dat deed je niet zo. Jullie denken, ik ben een kleine jongen, zeg maar. Je gedraagt je gewoon niet andersom. Je denkt, ik ben een kleine jongen, zeg maar. Dat deed je niet zo. Omdat je denkt, ik ben kleine jongen. Vegen, niveau, alsjeblieft. Vegen. Hij zegt vegen. Hij zegt vegen.
Wie ga je vegen? Wie ga je vegen? Wie ga je vegen? Ga je mij vegen? Ga je mij vegen? Hadek is Goonie. Ga je mij vegen, broer? Ga je mij vegen? Broer, ga je mij vegen? Broer, ga zitten alsjeblieft. Broer, sta op als je man bent met je vegen. Broer, alsjeblieft. Je gaat precies niks doen. Ga zitten niet. Broer, deze guy. Niet denk je aan mij vegen. Wat ga je doen? Laat het van boy. Ja, beter. Hey, van wie is deze Hele dag vegen, hoor. Hij gaat niks vegen, bro. Oh, Johnny, praat veel. Ik wil hem niet slaan. Ik nee, wil maar hem dat slaan. Gaan we ook niet doen. Ik hou me in. Luister. Ja. Oh, gewoon een drankje, bro. Ja. Ja? Zo, ik kan hem op. Laat hem met rust, je hebt met mij problemen, toch? Als je met mij... Nee, hij doet biggie tegen mij. Laat hem gewoon die video opnemen, bro. Nee, ga gewoon één platte hand geven. Kom mij geven. Laat me, alsjeblieft, laat me. Laat me alleen praten met hem. Nee, maar hij denkt als... Hey, maar wacht eens. Luister. Ik begin te trillen, broer. Deze guy hele dag. Ik hier maken video zo vaak later. Nee, maar hij gedraagt zich niet zo. Dat kan je niet tegen. Hij gedraagt zich normaal niet zo. Wat denk jij? Denk jij dat ik bang ben? Ik denk ik ben bang. Hey, bro, ik denk ik ben bang van hem. Ik ben echt niet bang. Je bent fucking twee drugs op. Laat hem los, laat hem. Kom! Nu voel ik het. Laat. Hey, je denkt met me. Kom hier, alsjeblieft, kom. Laat hem. Wacht, je bent een. Kom dan! Ik ga hem eentje geven. Hoe blijf je hem de armen? Ja, je ziet dat het een beetje behoorlijk fout gaat. Maar dit is ook denk ik de laatste keer dat ik een video ga maken met Ilias en Charbon. Want je ziet dus hoe het gaat. Ben je ziek laatste video, mensen? Nee, tuurlijk niet! We zijn er! We zijn een prank aan het doen op Erik de Silva. Die man heeft niks in de gaten. Ik blijf gewoon verder kijken. Ik zou zeggen, blijf gewoon verder kijken. Ja, geniet ervan. Wat gebeurt er? Wil even een met je leven? Laat je praten. Wil even iets zeggen, maar ik respect voor jou, hè? Ik weet, maar rust even voor je. Het is een goede vibe, man. Nu zie je de hele tijd al vanaf het begin alles in spanning op je huis. Al rare dingetjes heen en weer. Als je issues hebt met elkaar, dus wil ik het direct. Ik heb geen issues met hem. Ik heb alleen. Bro, kom op. Normaal doe ik zo. Ben ik zo? Ben ik agressief? Ben ik boos? Ben ik flikker bent? Ga zitten. Kom, gaan. Wil je die video maken of niet? Anders ga je op. Ik heb gebeld, Facebook. Wat je ook gebeld, broer. Wat is met jou, broer? Gewoon stil, klaar is, broer. Ik denk, man. Nee, broer, ook op beeld. Doe het tranquil, broer. Hij denkt, hij is Goonie. Je staat bij druk, broer. Hij denkt, hij is Goonie. Denk hier, ik sta allemaal fat, broer. Voor niks, broer. Ik moet de hele dag met jullie niet rellen, broer. Ik zag jullie niet meer rellen, broer. Ik ben een kleine jongen. Die man is ook ouder dan jij. Hij denkt bij zijn broertje. Wat wil je daarmee zeggen, broer? Wil je nu zeggen, ik ben probleem? Je zijn allebei probleem. Wil je nu zeggen, ik ben probleem? Allebei. Je wilt, hele dag willen ze mij rellen. Hele dag. Wat ben ik? Hond? Dier? Ik kan het laten, toch? Nee, ik kan niet laten, broer. Heb ik probleem met jou? Heb ik probleem met Mo? Heb ik probleem met mijn neef? Heb ik probleem met Erik? Ik heb probleem met niemand. Ik heb alleen probleem met hun. Ilias denkt, hij is goon. Omdat hij groot is dit. Hij denkt, ik ben kleine jongen. Broek, slaan kapot. Maar besef, hè? Eerst kon ik er nog om lachen. Nu af en toe, ik lach nog een beetje, maar... Nou, ik zag wel vanaf het moment gelijk dat serieus ben. Zie hoe ik ermee omga. Ik weet niet wat ik bedoel. Heb het nog één kans? Nee, ik ben klaar. Hij pakt spullen gaan afzoeken. Ik kan gewoon normaal doen, maar hij moet mij niet zoeken. Hij moet mij echt niet zoeken. Hij bek dan wel klaar. Kijk, dit bedoel ik. Hij gaat niet verder. Klaar, ga zitten. Heb ik gezegd. Ja. Vorige keer ook, broer. Laat het zelf ook zien. Broer, ik ga dit gewoon acteren. Je weet toch, maak die video snel af. En zonder grapjes. Laat het ervoor zorgen dat... Broer, ik ben tranky. Je hoeft mij niet te vertellen. Ik ben tranky. Volgende onderwerp is automerken. 8. Ja. Mogen wij hier beginnen met... Jazeker. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Let's go. Nee, ik pak deze. Nee, wacht. Okay, 5 seconden, broer, anders ga ik hem gewoon doen. Ja, dat laat hem. Hij doet dan. 3, 2, 1. Mercedes, Audi, Opel, Vauxhall. Vauxhall? Sasan Young, Citroën, Peugeot, Subaru, Hyundai, Honda, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Jeep, Hummer. Wat is Subaru? Subaru is een automerk uit Japan. Oké, en jij zei Jeep en Land Rover. Ja, Jeep en Land Rover dus let ik twee is aparte merken. Moet mij niet uitleggen hoe. Hij heeft wel gelijk, broer. Noem maar hij zei nog eens. Sasan Young zei. Ja, wat is. Sasan Young, kan je dat opzoeken alsjeblieft? Ja, klopt. Daar in Japan. En ook al, hij zei 14, hij heeft er 15 opgenomen. Ah, niks horen, niet. Jongen. Die opmerking was wel een beetje onnodig. Wat zei die? Hij zei, ik kon niks horen. Schooien, wat denk jij? Je noemt mij schooien, dat is niet zo tegen mijn broertje. Ah, niet meer zoeken!
Broer, niet schreeuwen. Oh, niet meer zoeken. Broer, je denkt dat poesie bent. Niet meer zoeken. Broer, je gedraagt je echt. Niet meer zoeken. Je was net dichtbij me, toch? Wat heb je gedaan? Niks. Broer, je bent op bla 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 bla. Broer, niks. Niks, je bent op niks. Alsjeblieft. Je bent op niks. Gaan echt rammen. Hij maakt die video rammen. Boys, schooien. Nee, nog één keer normaal doet tegen mij. Mo, pak eens allemaal. Nooit doe je zo. Nooit doe je zo. Ja, slaaf is goed. Ik ben nu veranderd, ja? Ja, is goed. Lekker, ik ben veranderd. Stilte. En nu? Volgende onderwerp is Nederlandse voetbalclubs. 15. 20. 25. Broer, zijn er wel zoveel in de Eredivisie? Hij zijn Nederlandse voetbalclubs, hè? 25. Ja. Dus hij kan ook gewoon... Van 25. Eredivisie opnoemen, maar hij kan ook... 27. 30. Let's go. Hij... Nee. Oh? Ik heb veel, broer. Buurt. 32. Ja, doe maar. Oh, lijkt wel een bluffer, man. Hij mag... Ik zei nog 30. Slapen, grap! Maar Nederlandse voetbalclub in het algemeen. Oh. Yeah? Nog steeds klemmen? Ja, 32, ja, bro. Nee, John durft niet, daarom. Lekker! En nu? Hij durft niet. Hé, maar zo, je boys, Yusuf. Zo gaan we geen video kunnen maken, man. Even serieus. Wat is dit, man? Wat is dit? Gaan we even tijd lullen nu? Oké, maar wat ga je... Zijn net mijn video? Wat sta je nu? Wat denk je dat je goonie bent? Denk je dat je goonie bent? Nee, even Yusuf. Ik sta gewoon, ik wil zeg maar stoppen met die video, hij wil me gelijk zoeken. Denk dat je goonie bent? Eerlijk, maar je denkt ik kan niks doen, hè? Nee, maar niet bemoeien, niet zomaar weg die hoef. Ik ben voor niks gekomen. Hé, dit was zo moeilijk. Ja, sta je, man. Weet je wat kut is als je kloot bro, bent? Bro, maar weet je wat is? Ik zag jullie een paar keer lachen. Ik dacht, huh? Maar daarna dacht ik van, wat gebeurt er? Maar bij deze laatste jij viel, ik dacht, hé, deze man wil een smoke. Bro, ik duwde hem ook, hij viel een beetje naar toch? Ik dacht, we zouden echt matten, hè, broer. Dit was jullie al gepland. Ja. Kijk je, Mattie. Nee, maar broer, ik zag jullie lachen. Ik dacht, jullie waren aan het lachen over die automerk. Dus daarom zei ik, controleer even. Maar dit was dit gewoon heel de tijd. Ja. Heb je alles gefilmd? Net ook die discussie. She guys van boven. Hé, maar je gelooft het wel, hè? Ja, man. Ik zeg eerlijk, props aan deze gast, hij heeft het goed gedaan. Ja, maar jullie hadden de hele tijd dit gepland. Hey, ja, bro, luister. Jij bent weg toch? Erik zegt zo. No, maar ik wist van begin, dit is wel Yusuf, man. Dit is Yusuf. Dit is Yusuf beef, man. Ik zag gewoon van het begin, ik dacht, hé, wat gebeurt? We begonnen al bij die dingen. Die man zegt, ik denk ik ben klein jongen, kom. Eerlijk, je dacht, wat een goede situatie. Ja bro. Je dacht, deze man kom lekker gezellig video maken. Eerlijk, dacht je niet van, wat voor rare deze twee boys toch? Dacht je niet van, hun sfeer is echt kut. Nee, ik dacht gewoon, broer, je zat hier, ik dacht, eerst was gewoon foto. Want je heet toch altijd vuren, ja, maar dan op een gegeven moment, ik zag dingen begonnen persoonlijk te worden en zo. Hij zegt, kom, we gaan daar naartoe. Toen dacht ik, hè? Ja, broer, die hele tijd, die, je bent echt klein, maar dit, dat was allemaal gang tegen. Ga je nog maar mee naar daar zijn, weet je toch? Ja, hé, 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 hey, Yusuf, maar je moet het niet uit. Deze man zegt, denk ik bij jouw broertje. Hij zegt, wat wil je daarmee zeggen? Hij zegt, wat wil je daarmee zeggen? Maar je gelooft het wel? Ja, maar ik dacht... Alleen good vibes, man. We zijn niet op... Wat ik wel jammer vond, het zou ook zeg maar de bedoeling zijn dat hij ook even boos op jou zou doen. Ja, maar kon niet. Het was geen ding. Ja, maar hij zei ook niks. Hij zei ook niet van, doe rustig of zo tegen jou. Dat was een trend. Je toch, dit is de eerste keer dat ik hem zag, dus ik was daarom, verbaasd. Hij weet niet hoe ik dacht, hè? Deze keer maak ik altijd foto, we zijn er opeens vader. Altijd good vibes, man. Alleen good vibes. Nooit ruzie. Ik ga zeggen, zie je nog steeds als enemy opeens. Ik kan zomaar vallen. Hey, een paar keer ik was even Yusuf. Op een gegeven moment, ik kon niet meer. Ik zag hem één keer lachen, maar hij zei, wat lach je allemaal? Ik lach niet. En toen dacht ik, hij wil bijna zeggen van, ah, hij deed altijd van, ah, dit is een prik. Ik zag hem zo lachen. Ik denk shit, ik zeg van lach maar, het is niet fattig. Ja, en toen dacht ik, oh nee. Maar ik dacht hem wel goed, ik ging altijd lachen. Ha, je denkt maar kleine jongen. Ja. Hey, jullie weten niet hè, tijdens die beef bro, ik doe zo naar de camera. Kijk, bro. Je moet op de camera zien, weet je hoe vaak ik hier aan het lachen was. Zag je toen ik maar gewoon een vraagje, we gaan geen hoge of lage meer spelen. Nee, dat is gewoon niet.
Dit was gewoon de prank. Ik ga gewoon boven voor dit. Bro, dit was gewoon die planning. Echt de planning, man. Shit, man. Dit was de prank. Vond je het nou een leuke prank? Laat het weten in de comments. Hoe vond jij het? Ik vond het wel foto, man. Ja, ik vond het geweldig. Geweldig. Hey, bedankt voor het acteren. Bedankt voor het acteren. Bedankt voor de host. Thanks for being here. Love, man. En only positive vibes. Alleen good vibes, man. Dit doen we nooit in echt. We zijn altijd aan het lachen als je ons kent. Love you. Klap voor jezelf. Klap voor jezelf.